Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën was maandag op bezoek bij NHL Hogeschool in Leeuwarden. Op de Torbek Academie, waar studenten worden opgeleid voor bestuurder en veiligheidsdeskundige, gaf de minister een college in een talkshow-achtige setting. Dijsselbloem kreeg een flink aantal kwesties voorgelegd over onder andere Europa, Trump, de krimpregio's en natuurlijk de aankomende verkiezingen. Het loopt soms heel gek. Je studeert... Ik wilde eigenlijk dierenarts worden, dus ik ben sowieso totaal verdwaald geraakt. Ik ben zelfs nog blijven zitten op de middelbare school, want ik moest natuurkunde en scheikunde halen, want ik moest dierenarts worden. En vervolgens word je dan uitgeloot en toen was het advies, ga nog een jaar in Wageningen studeren, kun je daarna weer meelopen. Toen ik in Wageningen was, ging ik daar een studie doen die heette veeteelt. Dat was eigenlijk, dus ik wilde graag diertjes beter maken. Toen ging ik in Wageningen studeren en toen was het, hoe kun je nou in zo kort mogelijke tijd het varken zo efficiënt mogelijk tot de slacht brengen. Meneer Dijsselbloem, vandaag een soort van college op de Torbek Academie in Leeuwarden. U kreeg de uitnodiging en u was gelijk enthousiast, denk ik. Ja, ik was een tijdje geleden bij een politiek café in Heerenveen. En daar waren studenten van de hogeschool. En die zeiden naderhand, zou je niet een keer bij ons op de hogeschool in Leeuwarden willen komen? En het is gebeurd. Ja. Wat vond u van de onderwerpen die aangesneden werden vanmiddag? Ja, heel leuk. Ik denk dat het ook onderwerpen zijn die veel jongeren bezighouden. De toekomst van Europa, het vertrouwen in de politiek, asielproblemen. Onderwerpen die denk ik voor jongeren en voor de toekomst van Nederland belangrijk zijn. We hebben het gewoon heel concreet gezien in Engeland bij de stemming over de Brexit. Waar de jongeren massaal voor een toekomst in Europa een onderdeel van de EU waren. Maar niet zo massaal zijn gaan stemmen. Dus het maakt echt uit. Als ik bedenk dat we de komende jaren beslissingen moeten nemen in Nederland over de inrichting van ons pensioenstelsel, over de inrichting van de arbeidsmarkt, hoe verhouden vaste en flexibele contracten zich tot elkaar, wat doen we eigenlijk aan de bescherming van mensen die nog geen vast contract hebben. En daar gaat het toch straks in dat nieuwe kabinet, dit zijn de echte grote brokken waar het in een nieuw kabinet over gaat, wie daar ook in zitten. Als je daar je stempel op wil drukken, en nogmaals, het gaat over jullie toekomst, ga stemmen. Laat het niet lopen. Een van de onderwerpen die ter sprake kwamen was natuurlijk de verkiezingen. Heel belangrijk natuurlijk op dit moment. U vindt het ook belangrijk om deze jongeren te bereiken? Ja, ik probeer het eigenlijk heel veel te doen. We hebben iets van 25 van dit soort college tour-achtige bijeenkomsten. Op hogescholen, universiteiten in het hele land. Verschillende keren in het noorden. Omdat jongeren niet altijd gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. En ik wil heel graag, en natuurlijk hoop ik graag dat ze op mij gaan stemmen, maar ik wil vooral graag dat ze gaan stemmen. Want u zou ook zijn maken het verschil? Ja, ze kunnen echt verschil uitmaken. Ouderen hebben het van huis uit meegekregen dat ze moeten gaan stemmen. Die komen altijd massaal op bij de verkiezingen. En jongeren niet. Maar ja, jongeren hebben wel soms hele afwijkende standpunten. Van zeg maar de oudere kiezersgroep. En het gaat wel over hun toekomst. Dus dat is echt heel belangrijk. Dus ik steek er veel tijd in om overal scholieren en studenten te motiveren. Gebruik die stem.